Les 1: Waar moeten we heen voor de lunch? Hallo Anna, hoe gaat het met je vandaag? Hallo John. Ik voel me goed, bedankt. Hoe zit het met jou? Ik voel me ook goed. Ik vroeg me af of jullie samen willen lunchen. Heb je enig idee waar we heen moeten? Zeker. Hoe zit het met die nieuwe hamburgertent die in het centrum is geopend? Ik heb gehoord dat ze heerlijke hamburgers en frietjes hebben. Dat klinkt geweldig. Ik ben dol op hamburgers. Hoe laat werkt het beste voor jou? Rond 12.30 uur 30 werkt het voor mij. Werkt dat ook voor jou? Ja, dat werkt perfect. Laten we elkaar daar dan om 12.30 uur ontmoeten. Perfect, ik zie je daar wel, John. Ik kijk er naar uit. Ik ook, Anna. Tot snel. Tot snel, John. Fijne dag nog. Les 2. Ik ben een beetje in de war over een brief die ik onlangs heb ontvangen. Hallo Anna, hoe gaat het met je vandaag? Hallo John, met mij gaat het goed, bedankt. Hoe zit het met jou? Ik maak het goed, bedankt. Ik heb een brief per post ontvangen en ik ben er een beetje verward over. Oh, waar gaat de brief over? Misschien kan ik je helpen het te begrijpen. Het is van de bank en er wordt gesproken over enkele wijzigingen in mijn account. Ik begrijp het niet zo goed. Laat me er eens naar kijken. Oké, okay, het lijkt erop dat ze hun beleid aan het updaten zijn en dat er mogelijk enkele wijzigingen zijn in de kosten. Heb je opgemerkt dat er specifieke wijzigingen zijn genoemd? Ja, ze hebben iets gezegd over nieuwe tarieven voor bepaalde transacties en diensten. Ik snap het. Het is mogelijk dat ze hun prijzen aanpassen. Hebben ze instructies of acties gegeven die je moet ondernemen? Ik weet het niet zeker. Er staat alleen dat ik contact moet opnemen met hun klantenservice als ik vragen heb. In dat geval is het misschien een goed idee om ze te bellen en om meer informatie te vragen. Ze zouden je alles moeten kunnen uitleggen. Je hebt gelijk. Ik zal ze bellen en kijken of ze dingen kunnen verduidelijken. Bedankt voor je hulp, Anna. Geen probleem, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Laat het me weten als je nog meer hulp nodig hebt. Ik zal het doen, Anna. Nogmaals bedankt. Fijne dag nog. Je bent van harte welkom, John. Jij ook. Zorg goed voor jezelf. Les 3: Ik realiseerde me dat er thuis geen eten is. Hallo Anna, hoe gaat het? Hallo John. Ik voel me goed. Bedankt. Hoe zit het met jou? Ik voel me ook goed. Hé, hey, ik realiseerde me dat er thuis geen eten is. Wat moeten we doen voor het avondeten? Oh nee, dat is niet goed. We kunnen afhalmaaltijden bestellen of naar een restaurant in de buurt gaan. Wat heb je liever? Ik heb zin in pizza. Zullen we een pizza laten bezorgen? Klinkt heerlijk. Laten we het menu online bekijken en onze favoriete tappings kiezen. Geweldig idee. Ik zal het nu meteen opzoeken. Heb je een voorkeur voor tappings? Ik hou van champignons en olijven. Hoe zit het met jou? Ik ben dol op pepperoni en extra kaas. Laten we ervoor zorgen dat we die ook op de pizza hebben. Natuurlijk, laten we onze bestelling aanpassen met die tappings. Vergeet ook niet om als bijgerecht wat knoflookbrood toe te voegen. Zeker, knoflookbrood is een perfecte aanvulling. Ik plaats de bestelling online. Heb je een specifiek tijdstip in gedachten voor de bezorging? Hoe zit het met over 45 minuten? Dat zou ons voldoende tijd moeten geven om de tafel te dekken en ons klaar te maken. Klinkt goed. Ik zal ervoor zorgen dat ik de gewenste levertijd vermeld. Het wordt een lekker diner. Ik kan niet wachten. Bedankt voor het regelen van de bestelling, John. Geen probleem, Anna. Het is mij een genoegen. Laten we ons klaarmaken om te genieten van ons pizzafeest. Absoluut. Ik krijg nu al honger. Nogmaals bedankt, John. Je bent van harte welkom, Anna. Laten we gaan kijken als het eten aankomt. Eet smakelijk. Les 4. Wat dacht je ervan om vandaag thuis pizza te maken? Hallo Anna, wat is er aan de hand? Hallo John, niet veel. Ik was aan het denken, wat dacht je ervan om vandaag thuis pizza te maken? Dat is een geweldig idee. Ik heb nog nooit pizza gemaakt. Weet jij hoe je het moet maken? Ja, het is eigenlijk vrij eenvoudig. We hebben pizzadeeg, tomatensaus, kaas en onze favoriete toppings nodig. Oké, okay, waar kunnen we het pizzadeeg halen? We kunnen het deeg helemaal opnieuw maken met bloem, gist, water en een beetje zout. Of we kunnen kant-en-klaar pizzadeeg kopen in de supermarkt. Laten we voorlopig doorgaan met het kant-en-klare deeg. Het zal ons wat tijd besparen. Hoe zit het met de tomatensaus? We kunnen een pot pizzasaus kopen in de winkel of we kunnen zelfs gewone tomatensaus gebruiken en wat Italiaanse kruiden en knoflook toevoegen voor extra smaak. Klinkt goed. Ik zal dat aan onze boodschappenlijst toevoegen. En welke soorten kaas hebben we nodig? Mozzarella-kaas is de meest voorkomende kaas voor pizza. Het smelt heel goed en heeft een milde smaak. We hebben versnipperde mozzarella-kaas nodig. Ik heb het begrepen. En kunnen we voor de tappings alle groenten of vlees gebruiken die we lekker vinden? Absoluut! We kunnen champignons, paprika, uien, olijven en andere groenten gebruiken die we lekker vinden. En als je wilt, kunnen we wat pepperoni of worst toevoegen voor vleesbeleg. Perfect. Ik zorg ervoor dat we alle ingrediënten krijgen die we nodig hebben. Hoe lang duurt het gewoonlijk om de pizza te bakken? Het hangt af van de dikte van de korst en de temperatuur van de oven. Over het algemeen duurt het ongeveer 12, 15 minuten bij 425 graden F, 220 graden C. Goed, ik zet de oven op die temperatuur. Ik kijk er echt naar uit om thuis pizza te maken. Het wordt leuk, John. Bovendien kunnen we het aanpassen met onze favoriete tappings. Ik kijk er ook naar uit. Bedankt dat je dit suggereert, Anna. Laten we samen een heerlijke zelfgemaakte pizza maken. Je bent van harte welkom, John. Het wordt een geweldig kookavontuur. Laten we genieten van onze zelfgemaakte pizza. Les 5. Kun je me helpen beslissen wat ik morgen tijdens het sollicitatiegesprek ga dragen? Hallo, Anna. Ik heb morgen een sollicitatiegesprek. Kun je me helpen beslissen wat ik ga dragen? Natuurlijk, John. Passende kleding voor een sollicitatiegesprek is belangrijk. Wat voor soort baan is het? Het is een kantoorbaan in een professionele setting. In dat geval kun je het beste kiezen voor zakelijke formele kleding. Een pak en stropdas zouden een goede keuze zijn voor mannen. Oké, okay, ik heb een pak. Moet ik er een wit shirt bij dragen? Ja, een wit of licht gekleurd overhemd zou perfect zijn. Zorg ervoor dat het schoon en goed gestreken is. Ik heb het begrepen. Hoe zit het met schoenen? Moet ik net de schoenen dragen? Absoluut. Combineer je pak met gepolijste nette schoenen. Zwarte of bruine leren schoenen zouden geschikt zijn. Goed, ik zorg ervoor dat mijn schoenen schoon en glanzend zijn. Hoe zit het met accessoires? Hou het simpel. Een mooi horloge en een conservatieve stropdas kunnen een vleugje professionaliteit toevoegen. Vermijd flitsende of storende accessoires. Goed advies. Nu, hoe zit het met dameskleding? Voor dames zou een maatpak of een knielange rok met blouse geschikt zijn. Kies neutrale kleuren zoals zwart, grijs of marineblauw. Moet een vrouw een hakken dragen? Het is het beste om hakken met gesloten neus of platte schoenen te dragen. Zorg ervoor dat ze comfortabel zitten en niet te hoog zijn. Oké, okay, ik laat het mijn zus weten. Heb je tips voor accessoires voor dames? Minimale sieraden zijn het beste. Een eenvoudige ketting of oorbellen kunnen de outfit aanvullen. Draag niet te veel of iets dat te opzichtig is. Dat is logisch. Bedankt voor je hulp. Anna, ik voel me nu beter voorbereid. Je bent van harte welkom, John. Veel succes met je interview. Professioneel kleden zal een positieve indruk maken. Ik waardeer het, Anna. Ik zal mijn best doen. Nogmaals bedankt. Geen probleem, John. Laat me weten hoe het gaat. Je hebt dit. Les 6. Mijn computer werkt erg traag. Hallo Anna, ik heb problemen met mijn computer. Het draait heel langzaam. Enig idee wat ik kan doen? Hallo John, een trage computer kan frustrerend zijn. Laten we een paar dingen proberen om de prestaties te verbeteren. Heb je geprobeerd het opnieuw op te starten? Ik heb dat nog niet geprobeerd. Moet ik hem gewoon uit en weer aanzetten? Ja, probeer het eens. Soms kan een eenvoudige herstart kleine problemen oplossen en het systeem vernieuwen. Oké, okay, dat doe ik nu meteen. Wat kan ik nog meer proberen als het nog steeds langzaam is? Een ander ding dat u kunt doen is controleren of er software-updates zijn. Verouderde software kan soms prestatieproblemen veroorzaken. Hoe controleer ik of er updates zijn? Als je een Windows-computer gebruikt, ga dan naar het menu instellingen en zoek naar de optie update en beveiliging. Klik voor Mac op het Apple-menu en selecteer Software Update. Ik heb het gevonden. Het controleert nu of er updates zijn. Wat moet ik nog meer doen? Het is ook een goed idee om onnodige bestanden en programma's op te ruimen. U kunt de tool voor het opschonen van schijven in Windows of de functie voor opslagbeheer op Mac gebruiken om ruimte vrij te maken. Goed, ik ruim mijn computer op en gooi alles weg wat ik niet nodig heb. Is er nog iets anders? Nog een ding dat u kunt proberen is een virusscan uitvoeren. Soms kunnen malware of virussen uw computer trager maken. Zorg ervoor dat je een antivirusprogramma hebt geïnstalleerd en dat deze up to date is. Ik heb wel een antivirusprogramma. Ik zal een scan uitvoeren om te controleren of er problemen zijn. Hopelijk helpt dat. Bedankt voor je advies, Anna. Je bent van harte welkom, John. Ik hoop dat deze stappen de prestaties van je computer verbeteren. Laat het me weten als je nog meer hulp nodig hebt. Ik waardeer het, Anna. Ik laat je weten hoe het gaat. Nogmaals bedankt. Geen probleem, John. Veel succes. Ik hoop dat je computer snel weer zijn normale snelheid bereikt. Les 7 Wat dacht je van wandelen? Hi hey Anna, de weersverwachting voor deze zondag ziet er geweldig uit. Wat dacht je ervan om te gaan wandelen? Hallo John. Dat klinkt als een fantastisch idee. Ik zou graag gaan wandelen. Heb je een specifiek parcours in gedachten? Ik was van plan om dat pad uit te proberen waar we vorige week over hoorden. Het heet Green Valley Trail. Heb je ervan gehoord? Ja, ik heb goede dingen gehoord over Green Valley Trail. Het zou een prachtig landschap moeten hebben. Hoe laat moeten we elkaar ontmoeten? Laten we elkaar om 9 uur ontmoeten. Zo kunnen we vroeg beginnen en het beste uit de dag halen. Vindt u dat goed? 9 uur werkt perfect voor mij. Ik zal wat snacks en water meenemen voor de wandeling. Heb je wandelspullen? Ik heb een rugzak en een paar goede wandelschoenen. We moeten ook een kaart, zonnebrandcrème en hoeden meenemen voor bescherming tegen de zon. Geweldig. Ik zorg ervoor dat ik ook een kaart, zonnebrandcrème en hoeden meeneem. Het is belangrijk om veilig en beschermd te blijven tegen de zon. Absoluut. Veiligheid op de eerste plaats. Oh, en vergeet je camera niet. Misschien komen we een aantal fantastische uitzichten tegen om vast te leggen. Goed punt. Ik neem mijn camera mee om het prachtige landschap langs het pad vast te leggen. Het is een geweldige kans voor wat foto's. Ik kijk er echt naar uit, Anna. Het wordt een leuke en verfrissende dag in de natuur. Ik ook, John. Een dagje wandelen en genieten van de natuur klinkt perfect. Ik kan niet wachten op zondag. Het wordt een memorabel avontuur. Tot zondag, Anna. Tot zondag, John. Laten we een fantastische wandeling maken. Les 8: De film was geweldig. Hallo Anna, ik heb gisteravond net een film gezien en het was geweldig. Hallo John. Dat is geweldig om te horen. Welke film heb je gezien? Ik heb naar The Avengers gekeken. Het zat boordevol actie en had geweldige speciale effecten. Oh, ik heb van die film gehoord. Het zou echt goed moeten zijn. Wat vond jij er het leukst aan? Ik vond de spannende vechtscènes geweldig en hoe alle superhelden samenwerkten om de wereld te redden. Dat klinkt spannend. Ik geniet van films met veel actie en teamwerk. Had het een goede verhaallijn? Ja, de verhaallijn was boeiend en hield me van begin tot eind verslaafd. Het had onverwachte wendingen. Dat is geweldig. Een film met een goede verhaallijn maakt het nog leuker. Ik zal het aan mijn volglijst toevoegen. Doe dat zeker, Anna. Ik denk dat je er echt van zult genieten. De film had ook geweldige personages, elk met hun eigen unieke krachten. Dat is fantastisch. Ik hou van films met goed ontwikkelde personages. Het maakt het verhaal interessanter en herkenbaarder. Ik ben het daar helemaal mee eens. De acteurs hebben fantastisch werk verricht door de personages tot leven te brengen. Het was indrukwekkend. Het klinkt dan als een film die je gezien moet hebben. Bedankt voor de aanbeveling, John. Ik zal ervoor zorgen dat ik het uitcheck. Je bent van harte welkom, Anna. Ik ben blij dat je geïnteresseerd bent. Ik weet zeker dat je er veel plezier aan zult beleven. Laten we het daarna bespreken. Absoluut, John. Ik kijk er naar uit. Nogmaals bedankt voor het delen van je enthousiasme over de film. Geen probleem, Anna. Het plezier van een goede film delen is altijd leuk. Geniet ervan om er naar te kijken. Les 9. Mijn nieuwe auto is echt snel. Hallo Anna, heb je mijn nieuwe auto gezien? Het is echt snel. Hallo John, dat is geweldig. Ik zou graag je nieuwe auto zien. Welk merk en model is het? Het is een sportwagen. Het is een gloednieuwe Mustang GT. Wauw, een Mustang GT. Dat is echt een snelle auto. Hoe voelt het om ermee te rijden? Het is ongelooflijk, Anna. De acceleratie is snel en het voelt alsof hij in een mum van tijd van 0 naar 100 km per uur kan gaan. Dat is geweldig. Snelle auto's kunnen zo opwindend zijn. Heb jij er een ritje meegemaakt op de snelweg? Ja, dat heb ik. Het is een beest op de snelweg. Het zand moeiteloos langs andere auto's. Ik kan me voorstellen hoe opwindend het is om in zo'n krachtige auto te rijden. Vergeet niet om veilig te rijden en de snelheidslimieten te volgen. Absoluut. Veiligheid is altijd een prioriteit. Ik zorg ervoor dat ik verantwoord rijd en geniet van de snelheid op geschikte plaatsen. Dat is geweldig om te horen, John. Snelle auto's kunnen heel leuk zijn als je er op verantwoorde wijze van geniet. Heb je favoriete functies in je nieuwe auto? Er zijn zoveel coole functies. Maar ik hou echt van het sportieve ontwerp en het krachtige motorgeluid. Het is zeker een blikvanger. Ik kan het me voorstellen. Een stijlvolle en krachtige auto kan een statement maken op de weg. Gefeliciteerd met je nieuwe auto, John. Dankjewel, Anna. Ik ben er heel blij mee. Als je wilt, kan ik je een keer meenemen voor een ritje. Het is een spannende ervaring. Dat zou spannend zijn, John. Ik zou graag de snelheid en kracht van je nieuwe auto willen ervaren. Laten we binnenkort een rit plannen. Klinkt als een plan, Anna. We zullen een geweldige tijd hebben. Bedankt voor je enthousiasme. Geen probleem, John. Het is altijd leuk om te delen in iemands opwinding. Geniet van je snelle nieuwe auto. Les 10. Het weer is perfect voor een picknick. Hallo Anna, is het je opgevallen hoe mooi het weer is vandaag? Perfect voor een picknick. Hallo John. Ja, daar ben ik het mee eens. Het weer is zo goed. Een picknick klinkt als een geweldig idee. Waar moeten we heen? Wat dacht je van het park bij het meer? Het heeft prachtige groene ruimten en een prachtig uitzicht. Dat klinkt heerlijk, John. Ik vind het leuk om aan het water te zijn. Hoe laat moeten we elkaar ontmoeten? Laten we elkaar om 12 uur ontmoeten. Op die manier kunnen we ontspannen, picknicken en genieten van het zonnige weer. Middag werkt voor mij. Moeten we ons eigen eten meenemen of kunnen we onderweg iets pakken? Laten we elke of twee gerechten meenemen voor de picknick. Het zal een soort padluk zijn waarbij iedereen iets bijdraagt. Dat is een geweldig idee. Ik neem wat broodjes en een fruitsalade mee. Wat wil je meenemen? Ik neem wat gegrilde kip en een huisgemaakte pastasalade mee. Het wordt heerlijk. Jum, ik kan niet wachten om je pastasalade te proberen, John. Het klinkt heerlijk. Moeten we spelletjes of activiteiten meenemen? Zeker. Ik neem een frisbee en een voetbal mee. We kunnen wat buitenspelletjes spelen terwijl we genieten van ons eten. Dat klinkt heel leuk. Ik neem ook een pak kaarten mee. We kunnen kaartspellen spelen als we willen ontspannen na het eten. Perfect. We hebben genoeg mogelijkheden voor entertainment. Het wordt een geweldige picknick, Anna. Ik kijk er echt naar uit, John. Lekker eten, goed gezelschap en een mooie dag. Het wordt perfect. Dat zal het zeker zijn, Anna. Ik neem een deken mee om op te zitten. Vergeet niet een hoed en zonnebrandcrème mee te nemen als bescherming tegen de zon. Goede herinnering, John. Veiligheid op de eerste plaats. Ik zorg ervoor dat ik zonbeschermingsartikelen meeneem. Tot ziens op de middag voor onze picknick. Tot ziens op de middag, Anna. Laten we fantastisch picknicken en genieten van het prachtige weer. Les 11: Heb je onze nieuwe collega ontmoet? Hé hey Anna, heb je onze nieuwe collega ontmoet? Hij is heel aardig. Hallo John. Ja, ik heb de kans gehad hem te ontmoeten. Ik ben het ermee eens, hij lijkt erg vriendelijk. Wat is zijn naam? Hij heet Mark. Hij is vorige week bij ons team gekomen. Hij was erg behulpzaam en gastvrij. Dat is geweldig om te horen. Het is altijd leuk om vriendelijke collega's te hebben. Wat vind je het leukst aan hem? Ik waardeer hoe aanspreekbaar en ondersteunend hij is. Als ik een vraag heb, is hij altijd bereid om te helpen. Dat is geweldig. Iemand hebben die bereid is te helpen, maakt de werkomgeving aangenamer. Weet je wat zijn rol is? Ja. Hij is een software-engineer, net als wij. Hij heeft veel kennis en ervaring op dit gebied. Dat is fantastisch. Het zal geweldig zijn om van hem te leren en ideeën uit te wisselen. Had hij het over hobby's of interesses? Ja, hij zei dat hij graag gitaar speelt en graag wandelt. Hij lijkt een veelzijdige persoonlijkheid te hebben. Dat is interessant. Misschien kunnen we een keer samen een wandeltocht plannen. Het is leuk om hobby's te delen met collega's. Dat is een geweldig idee, Anna. Ik weet zeker dat hij het zal waarderen. Ook buiten het werk is het fijn om een band op te bouwen met collega's. Absoluut, John. Het opbouwen van goede relaties met collega's zorgt voor een positieve werkomgeving. Ik ben blij dat we zo'n leuke nieuwe collega hebben. Ik ook, Anna. Het hebben van een ondersteunend en vriendelijk team maakt het werk leuk. Laten we ervoor zorgen dat hij zich welkom en opgenomen voelt. Zeker, John. Laten we proberen hem beter te leren kennen en hem het gevoel te geven dat hij deel uitmaakt van ons team. Les 12. Vond je het examen moeilijk? Hey Anna, vond je het examen moeilijk? Hallo John. Ja, ik vond het examen behoorlijk uitdagend. Hoe zit het met jou? Ik ben het ermee eens, het was moeilijk. Ik moest echt goed nadenken over de vragen en me de informatie herinneren. Ja, de vragen vereisten veel kritisch denken. Ik hoop dat we het goed hebben gedaan. Ik hoop het ook. Ik heb hard gestudeerd, maar sommige vragen overrompelden me. Maak je geen zorgen, John. We hebben ons best gedaan. Soms kunnen examens lastig zijn, zelfs als we ons goed hebben voorbereid. Dat is waar, Anna. Het is belangrijk om positief te blijven en van de ervaring te leren, ongeacht de uitkomst. Absoluut, John. We kunnen dit gebruiken als een kans om gebieden te identificeren waar we kunnen verbeteren voor toekomstige examens. Je hebt gelijk, Anna. Als we nadenken over onze prestaties, kunnen we groeien en het de volgende keer beter doen. Laten we elkaar steunen en ons hoofd omhoog houden. We zullen dit uitdagende examen samen doorstaan. Ik waardeer je aanmoediging, Anna. We vormen een geweldig team. We zullen deze hindernis overwinnen. Zeker, John. We zijn capabel en veerkrachtig. We komen sterker terug. Veel succes ook met de rest van je examens. Dankjewel, Anna. Jij ook veel succes. Laten we gefocust blijven en doorgaan. Absoluut, John. We hebben dit. Les 13. Heb je gemerkt dat de airconditioner niet werkt? Hallo Anna, is het je opgevallen dat de airconditioner niet werkt? Hallo John, ja, dat besefte ik ook. Het wordt hier behoorlijk warm. Weet je wat er mis kan zijn? Ik weet het niet zeker, Anna. Het kan een probleem zijn met de stroomvoorziening of misschien een storing in de airconditioner zelf. We moeten waarschijnlijk de onderhoudsafdeling hierover informeren. Ze kunnen een kijkje nemen en het repareren. Dat is een goed idee, Anna. Ik bel ze meteen en stel ze op de hoogte van het probleem. Bedankt, John. Hopelijk kunnen ze het snel komen repareren. Het wordt oncomfortabel zonder de airconditioner. Absoluut, Anna. Ik zal de situatie uitleggen en hen vragen om prioriteit te geven aan de reparatie. We hebben een koele en comfortabele omgeving nodig. Ik waardeer je hulp, John. Hopelijk kunnen ze het snel oplossen. In de tussentijd kunnen we misschien wat ramen openen om frisse lucht binnen te laten. Dat is een goede suggestie, Anna. Het openen van de ramen zorgt in ieder geval voor enige ventilatie totdat de airconditioner is gerepareerd. Het is niet ideaal, maar het is beter dan niets. Laten we hopen op een snelle oplossing van het probleem. Ik ben het ermee eens, Anna. Ik zal je op de hoogte houden zodra ik iets hoor van de onderhoudsafdeling. Bedankt, John. Ik waardeer je snelle actie. Laten we hopen op een toffe en comfortabele werkplek. Je bent van harte welkom, Anna. Laten we positief blijven en manieren vinden om in de tussentijd comfortabel te blijven. Les 14. Weet jij hoe je met de bus naar het centrum komt? Hallo, Anna. Weet jij hoe je met de bus naar het centrum kunt komen? Hallo John, ja, daar kan ik je mee helpen. Welk deel van de binnenstad probeer je te bereiken? Ik moet naar het Centrale Plein. Kun je me vertellen welke bus ik moet nemen? Natuurlijk, John. Je kunt bus 15 nemen. Het gaat rechtstreeks naar het Centrale Plein. Dat is geweldig. Weet je waar de bushalte zich bevindt? Ja, het is maar een paar straten verderop. Loop recht door deze straat en je ziet de bushalte aan je rechterhand. Oké, okay, ik snap het. Is er een specifieke dienstregeling voor de bussen? Bussen rijden over het algemeen elke 15 minuten gedurende de dag. Maar het is altijd een goed idee om voor de zekerheid het busschema te controleren. Ik zal dat in gedachten houden. Hoe lang duurt de buswit gewoonlijk? De rit naar het centrale plein duurt ongeveer 20 minuten afhankelijk van het verkeer. Dat is niet zo erg. Ik zorg ervoor dat ik wat kleingeld meeneem voor de bustarief. Ja, je hebt een exacte wijziging nodig voor het tarief. Het is beter om kleine biljetten of munten bij de hand te hebben. Bedankt voor de waarschuwing, Anna. Ik waardeer je hulp met de busroute. Geen probleem, John. Ik help je graag verder. Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust. Ik zal het doen. Anna, nogmaals bedankt voor de informatie. Ik ga nu de bus halen. Je bent van harte welkom, John. Geniet van een veilige en prettige reis naar het centrum. Les 15. Het is fantastisch dat we een salarisverhoging krijgen. Hallo Anna, heb je gehoord over de salarisaanpassing? Het is geweldig nieuws. Hallo John. Ja, ik heb erover gehoord. Het is fantastisch dat we een salarisverhoging krijgen. Hoeveel kost de aanpassing? Het is over de hele linie een stijging van 10%. Dat is een aanzienlijke verhoging voor ons allemaal. Dat is geweldig. Een verhoging van 10% zal zeker een positief effect hebben op onze financiën. Absoluut, Anna. Het is een welverdiende erkenning voor ons harde werk en onze toewijding. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Het voelt goed om gewaardeerd en beloond te worden voor onze inspanningen. Het is ook motiverend. De salarisaanpassing zal ons inspireren om ons best te blijven doen. Zeker, John. Als we ons gewaardeerd voelen, verhoogt dat ons moreel en onze motivatie om nog beter te presteren. Ik ben erg dankbaar voor deze salarisaanpassing. Het zal me helpen mijn financiële doelen te bereiken. Hier ook, John. Het is een stap voorwaarts in de richting van financiële stabiliteit en een betere toekomst. Laten we deze kans benutten en blijven excelleren in ons werk. Absoluut, John. Hard werken loont en deze salarisaanpassing is daar het bewijs van. Dat is het zeker, Anna. Ik ben benieuwd naar wat de toekomst in petto heeft. Laten we doorgaan met het goede werk. Mee eens, John. Samen zullen we nog meer succes behalen. Proost op de salarisaanpassing. Proost, Anna. Op naar een betere en welvarender toekomst voor ons allemaal. Les 16. Heb je er ooit aan gedacht om naar Parijs te reizen voor een vakantie? Hallo Anna, heb je er ooit over nagedacht om naar Parijs te reizen voor een vakantie? Hallo John. Ja, ik heb altijd al Parijs willen bezoeken. Het is voor veel mensen een droombestemming. Dat is geweldig. Ik heb zoveel geweldige dingen over de stad gehoord. De Eiffeltoren en het Louvre Museum zijn attracties die je niet mag missen. Absoluut. Ik zou graag die iconische bezienswaardigheden willen zien en de rijke cultuur en geschiedenis van Parijs willen ervaren. We moeten beginnen met het plannen van onze reis. Heb je enig idee wanneer het een goed moment is om te gaan? Ik denk dat de lente of herfst ideaal zou zijn. Het weer is aangenaam en het is er niet zo druk als tijdens het hoogseizoen. Dat klinkt als een goed plan. We kunnen genieten van de schoonheid van de stad zonder ons overweldigd te voelen door de drukte. Zeker. We moeten ook een aantal heerlijke Franse gerechten proberen terwijl we daar zijn. Croissants, macarons en Franse gebakjes zijn een must om te proberen. Ik kijk er nu al naar uit om al het heerlijke eten te proberen. En we kunnen ook een ontspannen wandeling maken langs de rivier de Seine. Dat klinkt heerlijk. We kunnen ook de charmante buurten verkennen, kunstgalerijen bezoeken en misschien zelfs een boottocht maken. Absoluut. We moeten een lijst maken van alle plaatsen die we willen bezoeken en een reisschema maken voor onze reis. Goed idee, John. We kunnen ook zoeken naar betaalbare accommodaties en vluchtprijzen vergelijken om de beste deals te krijgen. Ja, vooruit plannen helpt ons om het meeste uit onze vakantie te halen en binnen ons budget te blijven. Ik kan niet wachten om samen met jou de straten van Parijs te verkennen, John. Het wordt een onvergetelijke ervaring. Zo ook, Anna. Laten we beginnen met plannen en onze droomreis naar Parijs werkelijkheid maken. Les 17. Is het je opgevallen dat ons basketbalteam het beste is van onze school? Hallo Anna, is het je opgevallen dat ons basketbalteam het beste is van onze school? Hallo John, ja, ik heb hun wedstrijden gevolgd. Ze doen het geweldig. Absoluut. De vaardigheden en het teamwerk van het team zijn uitstekend. Ze doen altijd hun best op het veld. Het is indrukwekkend hoe ze samenwerken en elkaar ondersteunen. Hun coördinatie is top. Ik ben het ermee eens, Anna. Ze hebben een aantal getalenteerde spelers die echt uitblinken tijdens de wedstrijden. Het is geweldig om te zien dat onze school zo goed vertegenwoordigd is in basketbal. Het team is trots op onze gemeenschap. Zeker. Hun succes is het resultaat van hun harde werk en toewijding aan de sport. Het is inspirerend om te zien hoeveel ze hebben bereikt. Ze dienen ook als motivatie voor andere studenten. Absoluut, Anna. Ze stellen hoge eisen en moedigen anderen aan om naar uitmuntendheid te streven. Ik hoop dat ze goed blijven presteren en in de toekomst nog meer succes boeken. Ik ook, Anna. Laten we ons basketbalteam steunen en hen aanmoedigen bij hun komende wedstrijden. Zeker, John. Ze verdienen onze steun en aanmoediging. Ga naar het team. Les 18. Koop je nog steeds elke dag een krant? Hallo Anna, koop je nog steeds elke dag een krant? Hallo John. Nee, ik koop niet meer elke dag een krant. Ik krijg mijn nieuws meestal online. Dat is logisch. Online nieuws is handiger en toegankelijker. Ja, het is makkelijker om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws via websites en mobiele apps. Daar ben ik het mee eens. Bovendien biedt online nieuws vaak meer tijdige updates in vergelijking met gedrukte kranten. Absoluut. En bij online nieuws kunnen we er ook voor kiezen om artikelen uit verschillende bronnen te lezen. Dat is waar. Het stelt ons in staat om een breder perspectief te krijgen op het nieuws en verschillende meningen. Precies. Ik vind het echter leuk om af en toe een fysieke krant te lezen voor een andere ervaring. Ik begrijp het. Het is nostalgisch om door de pagina's van een krant te bladeren. Ja, het kan een leuke onderbreking zijn van schermen en technologie. Maar voor het dagelijkse nieuws zijn online bronnen praktischer. Ik ben het met je eens, Anna. Het gemak en de snelheid van online nieuws maken het tot mijn belangrijkste informatiebron. Het is interessant hoe technologie de manier waarop we nieuws consumeren heeft veranderd. Het is toegankelijker dan ooit tevoren. Technologie heeft inderdaad een revolutie teweeggebracht in de nieuwsindustrie. We kunnen op de hoogte blijven met slechts een paar tikken op onze apparaten. Het is zeker een teken van de tijd. Online nieuws is een integraal onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Absoluut, Anna. Het is fascinerend om te zien hoe snel dingen zijn geëvolueerd. Les 19. Hoeveel kinderen heb je? Hallo Anna, ik vroeg me af hoeveel kinderen heb je? Hallo John, ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter. Dat is geweldig. Hoe oud zijn ze? Mijn zoon is vijf jaar oud en mijn dochter is drie jaar oud. Oh, ze moeten je bezighouden. Hoe zorg je ervoor dat ze worden verzorgd? Het kan soms een uitdaging zijn, maar ik heb een goed ondersteuningssysteem. Mijn familie helpt mee en ik heb ook een betrouwbare dagopvang voor hen. Dat is geweldig om te horen. Het is belangrijk om ondersteuning te hebben bij het opvoeden van kinderen. Ja, het maakt zeker een verschil. Hoe zit het met jou, John? Heb je kinderen? Nee, ik heb nog geen kinderen. Mijn vrouw en ik zijn van plan om in de nabije toekomst een gezin te stichten. Dat is spannend. Ik weet zeker dat je geweldige ouders zult zijn als de tijd daar is. Dank je wel, Anna. We kijken uit naar dat hoofdstuk in ons leven. Het is een prachtige reis vol vreugde en uitdagingen. Ik wens je het allerbeste als je ouders wordt. Dat waardeer ik, Anna. Ik zal zeker contact met je opnemen voor wat ouderschapsadvies als de tijd daar is. Natuurlijk, John. Ik deel graag mijn ervaringen en bied alle mogelijke hulp aan. Bedankt, Anna. Ik waardeer je inzichten. Het is altijd goed om te leren van iemand die het heeft meegemaakt. Je bent van harte welkom, John. Ouderschap is een reis van voortdurend leren. Ik ben er om je te ondersteunen wanneer je het nodig hebt. Les 20. Heb je een vriend? Hallo Anna, ik vroeg me af: Heb je een vriend? Hallo John. Nee, ik heb op dit moment geen vriend. Ik ben momenteel vrijgezel. Oh, ik snap het. Nou, je bent een geweldig persoon, Anna. Denk je dat ik een kans maak bij jou? Bedankt, John. Je bent aardig, maar ik zie je meer als een vriend. Ik ben op dit moment niet op zoek naar een relatie. Ik begrijp het, Anna. Het is belangrijk om je gevoelens en keuzes te respecteren. Ik waardeer je begrip, John. Onze vriendschap is waardevol en ik hoop dat we goede vrienden kunnen blijven. Absoluut, Anna. Onze vriendschap betekent ook veel voor mij. Laten we elkaar als vrienden blijven steunen en verzorgen. Dat klinkt geweldig, John. Vriendschappen zijn belangrijk en kunnen zoveel positiviteit in ons leven brengen. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Ik ben blij dat we dit open gesprek kunnen voeren en onze vriendschap kunnen behouden. Ik ook, John. Bedankt voor je begrip en steun. Je bent van harte welkom, Anna. We zullen er altijd voor elkaar zijn als vrienden.